Hoi en welkom bij een gloednieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we een heel erg tof spel spelen in Roblox genaamd Mall Story. Oftewel een winkelcentrum verhaal. Ik kan niet wachten wat er allemaal gaat gebeuren, want ik hou echt heel erg veel van shoppen. En dat heeft ook meteen te maken met de challenge van vandaag. Welke hand moet je namelijk gebruiken om deze video een duimpje omhoog te geven? Dat hangt ervan af. Hou je van winkelen in een echte winkel? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En heb je zoiets van, nee, ik vind het veel fijner en makkelijker om te winkelen via het internet, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we dan meteen beginnen met de game. Jongens, het is zo ontzettend lang geleden sinds dat ik in een winkelcentrum ben geweest. Dus we zijn op dit moment bij een bushalte. We moeten volgens mij de bus in. En dan rijden we naar het winkelcentrum. Dus we gaan niet al te lang wachten. Ik ga gewoon er meteen in. Oh, ik heb er helemaal zin in. En we zijn aangekomen. Yay! Oh, Jeff zegt, hoi, wat superleuk dat jullie hier zijn. Dit is de Bloxen Mall. Het beste winkelcentrum in heel deze stad. Kom, laten we naar binnen gaan. Oké. Jeff, geen idee wie je bent. Oeh, wow. Wow. Jongens, dit is wel heel erg tof. We zijn inderdaad hier zo in de stad. En het winkelcentrum ziet er gigantisch uit. Wat is dit nou weer? Een lasertag winkel. Dat is cool. Wat is dit? Oeh, gratis geld. I love it. Jeff heeft het over een restaurantje of zo. Hij zegt, ik heb hier geen restaurant, maar we kunnen hier wel iets kopen. Oké, hoeveel geld heb ik? $22. Oeh, I like it. Hey, wc. Wacht even, ik moet eerst eventjes gaan plassen hoor. Wacht, wat was dat? Oh, er ligt geld op de wc. Wow, op die manier wil ik altijd wel naar de wc gaan. Kijk nou eens eventjes wat we allemaal kunnen verzamelen. Wat heerlijk. Hij zegt, het is tijd voor jullie om wat spulletjes te gaan kopen. Ga gewoon helemaal los. Oké, is goed. Terwijl je dat toch doet, kun je nog eventjes wat van deze shoppinglist pakken. Oeh, apple candies, orange, king size bed. Hij zegt, veel succes, maar ik ben te lui om het gewoon te gaan pakken. Oké, is goed. We moeten op zoek naar een beddenwinkel. Laten we eens eventjes kijken hierboven. Of noedels, wacht, noedels. Ik zag die hier. Noedel, noedel, noedel. Ik pak hem. Wat? Wat is dit nou weer? Oh, misschien deze. Kan ik erop klikken? Oh, yes. Oké, ik loop er doorheen en dan hebben we het. Ik zie ook iets met apple candy. Oh, geld. Oh, geld. Oh, I love it. Ik pak de apple candy. Nog meer geld. Yes. Helemaal goed. Taco, taco, taco. Kijk eens eventjes. Nog meer taco's. Dat is echt lastig om hierop te springen. Ja, ik heb hem. Oké, top. Kunnen we ook geld vinden hier zo? Nee, helaas. Orange. Hey, dit is annoying orange volgens mij. Ik pak hem vast. Yes. Hallo. Orange. Wat zie je er eng uit. Dus er komt zogenaamd sinaasappelsap hier zo uit. Oké, te grappig. Dat lijkt me wel een hele leuke winkel als die echt bestond. Een nieuw boek. Oké, dus we moeten naar de boekenwinkel. En water en een golfbal. Sportwinkel misschien. Waar is de boekenwinkel? Oh, hier is thirst. Ja, we hebben ook water nodig. Ik pak het shoptasje. Yes. Helemaal top. Nee, jongens. Ik heb niet mijn hele shoppinglijstje kunnen pakken. Helaas. Maar wie is de winnaar? Oh, dit is de sportwinkel. We hadden hier vast wel iets kunnen kopen. Ik heb gewonnen. Yes! Oh, ik ben zo ontzettend trots op mezelf. Wat goed. Jullie hebben alle items en dit zijn jullie prijzen. Wow, ik heb lekker veel geld gekregen. Ik heb nu $68. Oh, het is tijd voor de rapper Little Kaba Watcha Carter Nico Time. Hij gaat optreden. The Disaster. Ik hou van dat album. Ik weet helemaal niet wie die rapper is, dus het zal wel. Ik kan niet wachten. Wow, kijk nou eens eventjes. Wat een feest. Hij ziet er zo raar uit. Wat heeft hij in vrede? En op zijn hoofd zitten. En die handen dan. Die zijn gigantisch. Oh jongens. Yeah, yeah, yeah. Rap, rap, rap. Oké. Okay. Ziet er goed uit. Wat? Ik zat helemaal in de rapshow. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hij is weg. Wat? Jongens, hij is gewoon ineens verdwenen. Hij stond hier met het hele podium. Hij is nog steeds weg. Maar misschien is hij gewoon vroeg weggegaan. Net zoals Lucky the Singer. Oké. Okay. Ik heb ook helemaal niks gehoord over Lucky the Singer. Maar dat klinkt alsof er flink wat verdwijningen zijn. Dat is niet zo heel erg goed. Jeff heeft het nu over een game en ineens gaan alle lichten uit. Kenny Abeer zegt, not again. Misschien gaan ze weer terug aan. Dit is een beetje creepy. Jeff zegt, laten we maar gewoon eventjes weg. Oké, Jeff, we lopen weg. Het is inderdaad best wel eng als je in een winkelcentrum staat en alle lichten zijn uit. Hij loopt wel een beetje sloom. Kom op. Oh, we zijn buiten. Goed, we zijn weer helemaal veilig. Super. En nu kunnen we de stad in. Dat zou wel echt heel erg leuk zijn. Oh, hij zegt, het is heel erg mistig. Ik weet niet waar mijn auto is. Ik zeg, we kunnen terug naar binnen gaan. Misschien is het daar veiliger. Nee, nee, Jamila, zeg dat niet. Zeg dat niet. Oh my god. Wat is dat? Wat is die enge rode hand? Niemand die dat gezien heeft? Hallo? Zijn we allemaal blind? Jeff zegt er zijn zaklampen in de boekenwinkel. De boekenwinkel, de boekenwinkel. Waar is de boekenwinkel?
Het winkelcentrum is te groot. Oh, we hebben het al gewoon gevonden. Oh, yes. Kijk, we hebben zaklampjes. Oh, wat handig. Wat? Er was een heel eng geluid. Ik hoorde het bij de Cat Fee. Misschien zit ze op de tweede verdieping. Is goed. We gaan maar eventjes op zoek naar de Cat Fee. Oh, katten. I love it. Waar zijn de katten? Oh, daar is de Cat Fee. Yeah. Dus daar kwam het geluid vandaan. Wat was het? Was het een schreeuw of een geboem? Ik hoorde het eerlijk gezegd niet. Maar misschien jullie wel in de edit. Wacht even. Eerst eventjes deze winkel ingaan. Kijk eens eventjes wat ik hier zie. Geld. I love it. En dan gaan we weer terug. Oh, iemand is al naar de Cat Fee gelopen. Daar zijn we dan. Brother, dat zijn ze. Ze zijn allemaal vermist. En Jeff zegt, wat is er? Wat is er mis? Oh, wat een enge snor. Hij zegt, ga weg. Tegen wie ben je aan het schreeuwen? Tegen hen. Wie? Oh, wat is er gebeurd? Dat was echt heel erg spontaan. Hij valt gewoon zo dood neer. Laten we maar gewoon eventjes van uitgaan dat hij is flauwgevallen of zo. Een kristal. Oh my goodness. Hij werd ineens super rood en is vervolgens ineens verdwenen. Net zoals de rapper. Oh nee. Hij heeft de kristal weer terug. Hij is nu nog meer machtig dan ooit. Niemand zal het overleven. Huh? Oké, degene die dat zei had allemaal vraagtekens. Wat was dat? Dat zijn allemaal monstertjes. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh nee, ik moet de monstertjes ontsnappen, jongens. Dit is echt niet goed. Hebben we geen wapens of zo? Ik heb een wapen nodig. Morten's Sports. Oh, er hangen hier allemaal zwaarden. Ja, maar ik kan ze niet pakken. Wat vervelend. Oh, maar er is wel geld. Oké, maar daar hebben we altijd tijd voor. Oh, weet je wat? Terwijl zij allemaal met die monsters aan het vechten zijn, gaan wij gewoon eventjes deze winkel in. Om te kijken of we nog wat meer geld kunnen vinden. Oh, de monsters zijn alweer weg. Wat is er gebeurd, zegt ze. Ik weet niet wat het is, maar we hebben wapens nodig in de sportwinkel. Ik was er gewoon te vroeg, jongens. Dat was het. Ik ga deze kopen. Oh, Robux moet je echt kopen. Jammer. Weet je wat? Ik ga voor dit zwaard. En de honkbalknuppel. Die is gratis. Oké, die pak ik ook maar eventjes. Oh nee. Magic. Die blokkeert de deur. De magie. De donkere magie, volgens mij. Oh, vraagteken zegt, er is een masterplan voor alles. En Jeff zegt, laat ons met rust. En ik zeg, wat is er gebeurd met Libblecobblebubblebubble, de rapper? Ik heb een nieuwe vriend voor jullie meegenomen om mee te spelen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oh my god. Al die octopus tentakels. Oh, Jeff zegt, ik denk niet dat we hier uitkomen tenzij we ze verslaan. Hij zegt, veel succes. Ik ga me verstoppen. Nou, en bedankt hè, Jeff. Wat is dit nou weer? Wat een zwakkeling ook. We gaan deze tentakels verslaan met mijn zwaard. Oh, nou dat ging nog best wel makkelijk. Oké, daar ben ik blij om. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Laat je niet pakken hoor door dat tentakel. En go! Oh, gelukkig. Hij ging me bijna aanvallen. Waar is iedereen? Waarom is niemand ons aan het helpen? Oh, de tentakel weet niet wie die wil verslaan. Oké, we gaan deze eventjes beknuppelen. Yes! Het is gelukt. Nee, nee, nee. Nee, ho! Oh, net niet gepakt hierdoor. Oh, ik sta er gewoon lekker in. Oh, de lichten zijn weer aan. Yay, we hebben het supergoed gedaan. Ja, inderdaad, zegt Jeff. Nee, echt niet, zegt vraagteken. Jij zat daar maar gewoon te huilen, terwijl deze helden al het werk hebben gedaan. Ja, goed zo. Eindelijk iemand die de waarheid spreekt. Ik ben Alex. Ik zag jullie heldendaad doen. Maar deze guy dan weer helemaal niet. Jeff zegt, ik heb je net ontmoet en ik haat je nu al. Ja, je kan me hier nahaten, maar laten we er eerst gewoon eventjes uitgaan. We moeten wel samenwerken. Wat is het plan? We kunnen niet door de voordeur heen. En Alex zegt, oh, we kunnen wel gewoon door het parkeergarage. We moeten alleen nog eventjes de sleutels vinden om de deur te unlocken. Tenzij je misschien een andere weg naar buiten kunt vinden. Ik denk dat het vinden van sleutels makkelijker is. Dus ik stem op sleutels. Ik vind dat wel een goed idee. Oké, dan gaan we op zoek naar de sleutels. Dat is onze uiteindelijke keuze. Ik zou namelijk niet iets anders willen gaan vinden. Oh jeetje, 5 sleutels in dit hele winkelcentrum. Wat is dit nou weer? Weet jij misschien waar sleutel ligt? Nee, ze praat niet. Misschien in de Apple Store. Oh, dat is wel echt een heel erg letterlijke Apple Store. Nee, ik zie hier ook niks. Hallo mensen. Hallo. Daar ligt daar gewoon eentje zo in broad daylight. Oké, we hebben er eentje gevonden. Ik heb het gevoel dat ik nu hier al het werk moet doen. Maar oké, zucht. Misschien moeten we naar boven. Dat is een goed idee. We hebben tot nu toe nog maar 1 van de 5 sleutels gevonden. Oh, yes. Iemand heeft een sleuteltje gevonden. Nog 3 sleutels, jongens. Oh, yes. Sleutel in de Cat Café. Oh, we zijn nu bij de 4 sleutels. We hebben er nog eentje nodig. Dat zie ik hier nou. Een karaoke. Oh, daar zijn we al geweest. De laatste sleutel is gevonden. Ik ben er heel erg blij mee. En Jeff zegt, ze zijn weer terug. Ja, dat klopt, Jeff. Hier ben ik weer. Oh, nee. De monsters moeten Alex beschermen. Nee. Alex heeft ons een held genoemd. Oh, my god. Er zijn zoveel monsters. Hou eens even op. Oh, ik probeer hem te beschermen, maar er zijn te veel monstertjes. Kom op.
op, jongens. Knuppels even mee. Ik kan al jullie hulp gebruiken. Oh nee, Timmy is dood. Oké, er zijn een aantal monstertjes die weg zijn. En nu deze. Ja, yes! Oké, de monsters zijn verslagen. Oh, heel erg bedankt iedereen. Hier is wat geld voor jullie. Oh, dankjewel. Oh, kijk, ik ben super rijk. $62 nu. En nu? Oh, nu mogen we iets te eten halen. Oké, yes. Oh, noodles. Ja, ik wil noodles. Ik denk dat ik met deze noodles mezelf zometeen een health boost kan geven. Dus ik bewaar het nog even. Ik pak ook taco's voor de zekerheid. Oh, we worden getransporteerd naar de garage. Oh ja, dat is natuurlijk. Dat was onze volgende quest, want we hebben al deze sleutels gehaald. Kunnen we nu gaan? Ik heb honger. En ik heb al helemaal zin in taco's. Oké, Jeff. Oh, je kan hier taco's kopen. En koekjes en koffie. Dat koekje ziet er wel lekker uit. Ik heb al een taco. Ik pak een koekje. Ik heb toch genoeg geld. Oeh, lekker. Ik heb nog $18 over. Ik koop ook even koffie. Ik laat het gewoon lekker in mijn inventory zitten. En er staan free taco's op die deur. Heb ik net allemaal geld uitgegeven aan de taco's? Kon ik gewoon gratis taco's kopen. Maar nee. Ah, we hebben nu onze benzine, dus we kunnen vertrekken. Wat? Jeff, stop eens eventjes. Kom, we gaan. En Jeff zegt, hallo, gratis taco's. Oh, Alex, laat ons nu kiezen. Willen we gratis taco's met Jeff of met Alex mee en het winkelcentrum verlaten? Er waren wel monsters, dus ik denk dat ik Alex toch wel meer vertrouw. Laten we dat gewoon doen. Ik stem op Alex. En Jeff is helemaal boos, want we zijn in de meerderheid. Zegt, oké, ga zelf wel gewoon taco's halen. En Alex zegt, seriously? Weet je zeker dat hij wel oké is? Alex zegt, oh ja, dat gaat wel goed komen. Die taco's houden hem wel bezig. Ik weet niet of het echt een goed idee is om nu op dit moment met al die monsters in het winkelcentrum te blijven. Dus wij gaan lekker naar buiten. Oh nee. Wat is dat geluid? Zegt Alex. Het winkelcentrum wordt bezet. Ik zeg, nee. De overheid is hier. We zijn gewoon veilig. Oh, ik ben echt heel erg blij, want Alex gaat nu op dit moment gewoon eventjes kijken wat het allemaal is. Om zeker van te zijn dat het inderdaad veilig is. Hij zegt, er is zelfs een food truck. Ze zien er allemaal wel heel vriendelijk uit. Hemrug Foundation, don't resist. Door vraagteken. Oh my god. Wat is er gebeurd met Alex? We moeten gaan kijken om te zien wat er is gebeurd. Oké, ja, daar ben ik het mee eens, Jamilalala. Dus laten we gaan. Weet je wat? Ik pak eventjes mijn zwaard erbij. Voor het geval dat we moeten gaan vechten, jongens. Oh, er gebeurt iets. Wacht eens eventjes. Sinds dat ze Alex gepakt hebben, wat gaat er met ons gebeuren? Ik hoop dat jullie je laatste maaltijd lekker vonden. Wij hebben genoeg gezien. Onze foundation gaat het nu overnemen. En sinds dat jullie de enige in Bloxen zijn, gaan we jullie meenemen om te ondervragen. Maar jullie zien er een beetje gevaarlijk uit, omdat jullie allemaal zwaarden hebben. Dus we laten jullie over aan onze vriend. Ik heb het gevoel dat deze vriend niet heel erg aardig gaat zijn. Oh my god! Wow, dat is echt een gigantisch wapen. Het is een robot. Hoe gaan we deze robot verslaan, jongens? Dat is echt niet goed. Oké, hier staat een super grote healthbar van de robot. No worries, we gaan hem verslaan. Knal. Ja, yeah. Wat? Er gaat helemaal niks van zijn healthbar af. Oh my god. Oh, dat is niet goed. Oké, ik wil eigenlijk niet zo heel erg dicht bij de robot blijven. Wacht eens eventjes, iedereen. Kijk eens eventjes daar. Dit is een generator. Wat is er met die generator? Misschien kunnen we er energie in stoppen en kijken wat er gebeurt. Oké, goed en origineel idee. We gaan zien wat er gebeurt, want op dit moment lukt er helemaal niks. Oh, kijk! Een batterij? Waar? Wow! Er is inderdaad een batterij. Oké. Ik pak hem. Oh, hij staat gewoon zo boven op mijn hoofd. Ik gok dat we deze batterij in de generator moeten stoppen. En op die manier kunnen we de rode bot verslaan. En ik stop hem erin. Oh, wow! Hij wordt aangevallen van alle kanten. En op dit moment kunnen we hem slaan. Oké. Dat vind ik een goed idee. Hup, knal. Ja! Nu gaat zijn healthbar wel naar beneden. Kom op allemaal. Lekker knuppelen. You can do it. Oh, dit gaat echt heel erg goed. Oh, ik zeg één batterij was niet genoeg. We moeten meer batterijen vinden. Oké, ik weet wat ik moet doen. Daar is de batterij gekomen. Dus ik ga daar gewoon maar eventjes campen en wachten totdat er een nieuwe verschijnt. Batterij. Oh, yes! Het is wel gelukt! Rennen, Jamila. Ja, hij staat erin. Ik ga meteen naar de robot toe. En dan kunnen we hem weer verslaan. Met z'n allen. Hij komt daar ook echt helemaal van links vandaan. Zo van, oh ja, we waren een robot aan het verslaan. Oh my god. Ze hebben bommen ingeschakeld. Wat? Dit is niet goed. Ik ga hier wachten totdat er een nieuwe batterij is. Oh ja, dit is zo lastig. Ondertussen eet ik maar gewoon eventjes een koekje. Oh, dat helpt. Batterij, ik pak hem. Kom op, Jamila. We can do it. Guys. Ah, ik word van alle kanten aangevallen. Dit is zo ontzettend chaotisch en lastig, maar tegelijkertijd ook wel leuk. Oh my god. Het lukt me om naar de generator te gaan. Ik heb hem erin gestopt. Yes. En nu knuppelen met z'n allen. Kom op, we can do it. Yes. Oh, ze zijn er lekker snel bij, dus dat is heel erg goed. Wow, zijn health bar gaat echt heel erg snel omlaag. Oh, dit is goed, jongens. Oh, dit is het. Gaat het ons lukken deze keer? Gaat het ons lukken? Ah, nee. Net niet. Oh, op het nippertje. Ik doe wel al het werk hier. Geen van die jongens pakken de batterijen. Die blijven maar gewoon die robot verslaan. Nee, dat is niet slim. Op dit moment kan je die robot niet verslaan. Eerste batterij erin. Oh, alsjeblieft, laat me niet alleen. Yes. En we hebben hem. Woehoe. De robot verslaan.
verslagen. Oh, ik ben er zo blij mee. Dat was zo lastig, jongens. Maar het was wel echt heel erg tof. Ik zeg nu letterlijk, waarom was dat zo ontzettend makkelijk om te doen? Wat? Jamila, beetje humble zijn alsjeblieft. Oh, wij zijn niet de overheid. Nou, wie ben jij dan? Mijn naam is geheim, maar je kan me EE noemen. Ik maak deel uit van de Hemmerich Foundation. En al jullie skills zijn heel interessant. Ik ken wel iemand die dat net zo leuk zou vinden. Het is tijd voor jullie allemaal om naar de harbor te gaan. Wat is dat nou weer voor enge plek? Oh my god. Het einde? Maybe. Dit betekent volgens mij dat wij gerecruit zijn. Dus het was één gigantisch grote test om te kijken of we inderdaad sterk en slim genoeg waren. Ik ben echt heel erg benieuwd of er ooit een keertje een vervolg komt op de mal. Dan zou het echt zo ontzettend leuk zijn om die dan te spelen. Maar tot nu toe ben ik wel echt mega trots op hoe we dit hebben gedaan. Yes! Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vragen van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete winkel? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Ik vind het zelf echt super lastig om te kiezen. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!